waren deze twee brave jongens onze nationale troubadours. In KRO Profiel het merk Nick en Simon. We hadden even gimmick en hun gimmick is een duo van twee knappe mannen. Volendammers wil altijd nummer één zijn in alles wat ze doen. Ze hebben de lat voor zichzelf ook heel erg hoog gelegd. Het is niet bedacht, ze bedenken het zelf. Iedereen kent ze, maar niemand weet nou zeker wie is. Krieken van de dag. Het zijn drukke tijden voor Nick en Simon. Geen broers van elkaar, zoals nogal wat mensen denken. Goedemorgen. Geen familie ook. Ja, het leven van een artiest. Gaat over asfalt. Maar toch onafscheidelijk als een soort zingende Siamese tweeling. Nick en Simon, een begrip. Het is nooit Simon en Nick. In de ochtend, ze komen eraan zo. Volgens mij is het ook op een gegeven moment een spelletje geworden. Mensen het leuk vinden om te zeggen, ik kan ze niet uit elkaar houden. En het is ook altijd leuk als je ziet dat er een brief bezorgd wordt bij Nick Simon in Volendam. Dat gebeurt. Ja. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, breukjes. De kerst-cd komt eraan en een nieuwe theatertour. Met Volendamse voortvarendheid kennen ze dan het recept. Er is publiciteit nodig. Een rondje Hilversum doen. Kopje koffie in een radiostudio, waar Giel Beelen ook al vroeg uit de veren is. Ze zijn natuurlijk zelf hun eigen merk, ze zijn hun eigen marketingapparaat. Niks gaat zomaar, overal is over nagedacht. Omdat het zulke leuke jongens zijn, voelt het allemaal heel natuurlijk. Maar het is allemaal voorbereid, er is over nagedacht. Als ze een persconferentie geven, weten ze wie er tegenover zich zit. Ze weten de juiste antwoorden, ze weten de relevantie van de vraag. En in die zin gaan ze heel slim met hun eigen marketing om. En daar zit weinig toeval bij. Straks zullen ze bij Beelen met een koortje live optreden. Het lijkt routinewerk, maar dat is het niet. Nog even snel repeteren. In de wandelgangen. Er zijn, weet boezemvriend Kees Tol, seizoenen geweest dat ze honderden optredens per jaar moesten doen. Op een gegeven moment was het hek van de Dam. Toen kregen ze zoveel boekingen. En toen waren ze ook nog niet zo duur. Dus elk optreden wat ze konden doen, zeiden ze ja tegen. En dat betekende dat ze echt over de 400 optredens in een jaar hadden. Maar dat betekende ook dat ze van het ene biljart naar het andere biljart reden. En dat ze soms wel 5, 6 optredens op een avond hadden. En dat is wat nog altijd opvalt. Die mix van professionaliteit en workaholisme. Nick en Simon werken zich een slag in de ronde. Valt het mee? Hebben jullie de afgelopen tijd een beetje rustig gedaan? Nou, deze afgelopen weken waren goed te doen, maar nu richting de kerst is het echt compleet gek. Ja, titelsong van een film en we gaan richting een kerstalbum, kerstconcerten. Dus, De nieuwe single hier, Pak van mijn hart, live. Als je wegloopt, loop dan langzaam, zodat ik je onderweg vinden kan, om te zeggen dat ik mij schaam. Ik vind ze echt goed. Ik vind als je met z'n tweeën, met een gitaartje, gewoon fantastische muziek kunt maken en er niet al te veel bij nodig hebt, dan ben je goed. En dat kunnen zij. En het feit dat je een paar nummers gemaakt hebt, en ze schrijven nog zelf ook, van Kijk omhoog, wat voor iedereen een soort, ja, zelfs voor politici een soort lijflied geworden is, denk ik, nou, dan doe je het niet slecht. Kijk omhoog naar de zon, zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Harmonieuze vrienden, dat is het beeld. Nooit te betrappen op rottigheid of rafelrandjes. Het is natuurlijk overal wel een enorm braaf imago. Het is geen rock'n'roll. Ze zullen nooit een 9 scoren, maar ook nooit een 3. Het is altijd een 7 of een 7,5. Maar er gaat nooit iets mis. Ja, Nick en Simon is geen seks, drugs en rock'n'roll. Laten we eerlijk zijn. Het is wat het is. Geluk is een grote factor, inzet, discipline. Maar het echte recept, alle ingrediënten, die zijn mij ook onbekend. Eigenlijk zou iedereen Nick en Simon kunnen zijn. En iedere vrouw zou thuis een Nick of Simon op de bank kunnen hebben. Het zijn brave, eigenlijk wat onopvallende jongens, hè? Daar kiezen ze heel bewust voor. Ja? Ja, je merkt dat ook als er iets met hun is, hè, dan, en wij als boulevard gaan dan bellen. Dat voeden ze nooit. Ze zijn altijd eerder van nou niet en remmen. En ook als er ziekte is of ellende, dan is het altijd iets van liever niet daarmee naar buiten treden. Ze kiezen echt voor een gewoon leven. En dat mensen eigenlijk zo min mogelijk van ze weten. En het knappe is dat we met z'n allen het idee hebben dat we heel veel van ze weten. Mogen we doorlopen? Dank je.
Sterker nog, programma's als Boulevard leven ervan. In de RTL-studio's op weg naar alweer een babbeltje. Ja, het mag wel dat je op dezelfde avond zit als wij, hè? Ja. Ik bof altijd. Ja. Hun spreekwoordelijke bekendheid heeft niet veel tijd genomen. Feitelijk draaien ze als Nick en Simon pas mee sinds een jaar of 8. Noem het een bliksemcarrière ontsproten aan de kennelijk vruchtbare muzikale bodem van Volendam. We doen wel de hele tijd van, joh, het is allemaal zo gewoon en zo normaal. En kijk ons allemaal eventjes normaal blijven doen. Maar het is natuurlijk niet normaal. Als jouw vrienden in Gelredome staan met Sinfonica in Rosso. En ze verkopen dat 2, 3, 4 keer uit met 40.000 mensen. Ja, dan ben je echt wel trots. Inmiddels is het een miljoenenbedrijf. Honderden optredens per jaar, theatertours, uitverkochte stadions, televisieseries. Ik zeg vliegen. Awesome. Memphis. Nashville. Ik heb geen idee waar Memphis laat in dit verhaal. New Orleans. Nick weer erbij. Ja. Reclame- en sponsorprojecten en natuurlijk de wanden behangen met goud en platina. Alle muziekprijzen van de Lage Landen zijn al binnengesleept. Is er nooit een punt van verzadiging, valt er nog iets te halen voor Nick en Simon. Hun platenbaas weet het ook niet meer. Jeetje. Nou, dat... Ja, dat is lastig, hoor. Dat is... We hebben echt Edison's, awards. Eerder dit jaar een award voor 1 miljoen verkochte exemplaren. Het zijn allemaal dingen waar je van duizelt. Ja, gewoon, ja, nee, daar heb ik niet zo snel een antwoord op. Nee. Nee. Ja. Wat is echt en wat is schmink? Ze weten zelf heel goed dat ze ook een product zijn. Ze kennen het belang van marketing. Anders dan veel andere artiesten zit het bijna in hun DNA. Het bewustzijn dat ze onderdeel zijn van een ware industrie. Ik studeerde commerciële economie. Wat ik studeerde was dingen in de markt zetten. Hoe pak je zoiets aan? En, ja, dan is het juist leuk om bij het creatieve proces ook in mee te denken. Er wordt wel eens gevraagd, wat is jouw grootste angst? Is dat het echt als een bedrijf gaat voelen? Dat zou ik echt niet willen. En dat is ook zeker niet het geval. Maar een merk in die zin dat je, ja, je... Kijk, zoals nu, vandaag is een mooi voorbeeld daarvan. Pak van mijn hart is een nieuwe single, titelsong. Dat is daaraan gekoppeld en dat moet uitgedragen worden. Dat moet out in the open. En dat is dan wel een soort van sport om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat ook zoveel mogelijk mensen dat meekrijgen. Sommige artiesten doen daar ook een beetje denigrerend over. Van dat is marketing en dat hoort niet bij het artistieke proces. Ik denk dat het elkaar kan versterken. De marketing van een duo. En wat meespeelt is dat ze uit het beroemdste dorp van Nederland komen. Volendam, dat zich al een geschiedenis lang heeft verbijzonderd als eigenzinnige gemeenschap. Ooit opgestaan uit bittere armoede, is het er inmiddels vergeven van economische bedrijvigheid. Boudewijn Smit schreef een boek over de mythologische enclave. Het is een beetje een Amerikaanse maatschappij eigenlijk, Volendam. Anti-overheid. Je moet je broek ophouden. Je moet zelf je geld verdienen. Het is een materialistische maatschappij. Dus je mag laten zien dat je het goed doet. Je mag een grote auto hebben. Maar binnen een bepaalde marge. Je mag niet vreselijk naast je schoenen gaan lopen. Jan Smit loopt ook niet naast zijn schoenen. Als dat zou gebeuren, zou hij meteen gecorrigeerd worden door die gemeenschap. Nick en Simon, gewone jongens gebleven. Wij mensen zijn zo klein. Kunnen zo kwetsbaar zijn. Waar wij ook gaan, we kruisen paden. Aardige jongens uit een dorp van strebers. Een viswinkeltje groeit eruit tot Europees marktleider in vis. Met zelfs garnalenpellerijen tot in Marokko. Bart Smit komt er vandaan. Grondlegger van dat enorme speelgoedimperium. Zelfs de rotzooi weten ze hier te vermarkten. Wat een paar generaties geleden nog een voddenman was, is nu een hypermodern recyclingbedrijf met vertakkingen over de wereld. Wij zijn, nou, het doet net alsof we een of ander apart volk zijn of zo, maar we zijn, ja, gewoon werken, niet lullen, maar poetsen. Huppatee. Door. En je mag het goed hebben, maar we houden het wel keurig. Geen hoger doel dan gelapte ramen en frisse gordijnen. Al zit er ook schone schijn bij.
Dat zie je aan Jan Smit, dat zie je aan Nick en Simon. Het is natuurlijk ook wel de stad van doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En als je denkt dat je meer bent, en dat hebben sommige mensen die daar kwamen wonen gedaan, dan is het klaar met je. En dan word je bijna als een soort lichaam, als een foute bacterie in het lichaam, word je naar buiten gewerkt. Iedereen kijkt elkaar ook aan. Hè? Als ik door de nieuwbouwwijk in Volendam loop, dan zie je ze iets langer kijken dan je gewend bent. Van, hé, wie is die man die daar loopt? Kunnen ze niet plaatsen? Maar Volendammer kunnen ze meteen plaatsen. Oh, dat is een van die, en er is een van Tuip, en dat is een van Jonk, en dat is een van Schilder. Dus die gemeenschap is zo hecht. Dus daarom is die controle ook groter. In het dorp waar ze muziek verkopen alsof het palingen zijn, zijn Nick en Simon troubadours van onbesproken gedrag, prettige jongens. Maar ook een product, een merk. Vraag het entertainmentjournalist en musicalproducent Albert van Linde en hij hoeft er niet lang over na te denken. Twee gewone jongens. En dat is volgens mij hun kracht. Iedereen in Nederland kent Nick en Simon. Ja. En ze zijn ook geschikt voor iedere doelgroep. Je moet ervan houden. Maar als je ervan houdt, of je nou 6 bent of 80. Nick en Simon. Hema. Ja. Ik denk dat als ze een automerk zouden zijn, dan zou ze Ford zijn. Goed gedegen en in sommige raceklasses zijn ze heel snel en heel bijzonder. Maar het is geen Ferrari. Ik drink een goed glas wijn op een zomerdag. Of ontmoet een vreemde linie door het namelijk. Zo wordt ik hier. Bas Nuissel is merkendeskundige. Reclameman die voor de meest uiteenlopende bedrijven producten van logo's en luister voorziet. Hij noemt de merkkenmerken van Nick en Simon. Elk bedrijf zou er jaloers op zijn. Nick en Simon, als merk. Ze zijn betrouwbaar, ze zijn positief. Ze zijn geen hype, want dan zou het kortstondig zijn. 1-2 hitjes, maar ze gaan al jarenlang mee en dat gaat ze nog zeker in de toekomst. Ze hebben een hoge gunfactor. Als ze iets doen en het mislukt een beetje, vindt niemand erg. Ze hebben humor, zeker toen ze bij de Voice of Holland zaten, was ze echt snel en ad rem, bijna van de straat. Ze zijn ongelooflijk menselijk, je gelooft ze uit je hart. En ze zijn populair bij een hele brede doelgroep. En elk merk wil dat zijn. En Nick en Simon zijn het allemaal. Het is publiciteitsdag. Nick en Simon zullen hun nieuwe single en kerstcd aan de pers presenteren in Kasteel Hoge Vuurse. De bijeenkomst wordt geleid door hun dorpsgenoot en beste vriend, Kees Tol, die tal van muzikale reisprogramma's met ze maakte en de jongens al kent sinds de kindertijd. Dus laat ik de heren er maar gelijk even bijroepen. Dan beginnen we bij punt 1. Nick en Simon. Ja, mijn eerste herinnering aan Nick en Simon, dat begint eigenlijk bij Simon. Simon werkte in een hotel hier in Volendam, waar ik ook werkzaam was. En we kwamen er al snel achter dat we toch wel dezelfde interesses hadden. Hij vond toneel heel erg leuk, wat ik ook heel erg leuk vond. Muziek uiteraard. En daarbij was het een hele open, aardige, lieve jongen. En dat ontaarde op een gegeven moment in een vriendschap. Bert, wedden we erop dat ik je binnen 3 minuten aan het zingen krijg? Veel ja, publiek. Dat weet ik. Yeah, I have a question. Kees. Okay. Your English people? Do you, your English people? Dutch. Nederlands. Zijn jullie Nederlands? Willen jullie privé optreden van Nick en Simon? Oké, Jacques en ik het ook. Nee, ja, maar dit is puur toeval. Echt? Nick Schilder en Simon Keizer. Ze worden 30 jaar geleden geboren in Volendam. Dat dan al de bakermat is van wat de palingsound heet. En al vanaf de vroegste kinderjaren zijn ze idolaat van muziek. Kennen jullie ze of niet? Nee. Jullie spreken wel Nederlands? We are German. German. Ik dacht, I asked, are you Dutch? So you don't want to hear them? You do want to hear them. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Wie is jouw trots op jou? Ik weet 9 van de 10 keer niet hoe hun laatste single heet. Ik zing geen één tekst mee van voor naar achter. Bedankt voor die bloemen. Ik ben ook lang niet bij elke optredens, maar ik ben misschien wel de allergrootste fan die ze hebben. What do y'all play? Surprises. Wow. Never Say Never by Justin Bieber. Hey, Never Say Never by Justin Bieber. Oh, good lord. Yeah, Justin, now you know it. Doesn't he look like a little bit like Justin Bieber? The older version. It's hard to say what it is I see. Ze treden voor het eerst samen op in december 2000 bij een kerstvoorstelling op de middelbare school. Ik heb ze denk ik 1000 keer gezien.
in die kroegjes hier in Volendam. En nee, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik een succes voor Nick en Simon nooit heb zien zitten. Omdat het voor mij echt een van de vele bandjes was. En de eerste paar optredens die echt officieel via een boekingskantoor liepen... Nou, daar kwam geen hond op af. Er waren 6 mensen waarvan er 5 barkeeper waren, zeg maar. Dus dan gingen ze gewoon weer rechtsomkeren. Niet eens optreden, gingen ze gelijk weer terug. En dat weet ik nog wel in de beginperiode, dat Simon naar me toe kwam van... joh, dat was helemaal geen kip. Maar dat heeft niet lang geduurd. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family. Ze hebben een ongekende repertoirekennis. Daar, als je in Volendam in het kroegencircuit op bruiloften en dergelijke en op feestjes speelt, dan moet je gewoon urenlang achter elkaar gewoon u vraagt en wij draaien. Dus je repertoire moet heel breed zijn. En dat komt af en toe wel heel erg goed van pas. Is our faith, I'm yours. Thank you very much. For the lovehebbers, I have a few CDs. No? How much? $10. $10, yours. Die innige vriendschap valt volgens mij wel mee. Het is niet zo dat ze alles samen doen. Het is alleen dat ze samen een enorme klik hebben. Wat voor mij is een voorbeeld van hoe die twee mannen in elkaar zitten. Ik gaf op een gegeven moment een feest en ik had gevraagd of ze als verrassing voor Onno wilden optreden. En dat zijn wel Nick en Simon. En zeiden, dat komen we doen, we gaan het doen. En op een gegeven moment, het was 11:00... en om 10:30 stonden ze al buiten in een wagen op de hoek... met z'n tweeën in de auto zaten ze te wachten. Voor de verrassing, 1:30 van tevoren. Dus ik klop op het raampje en ga naar beneden. Ze zaten gewoon lekker te praten met z'n tweeën. Ja, ik vind toch heel wat dat Nick en Simon dan gewoon op de hoek van de straat... in de auto 1:30 zitten wachten voor ze iets kunnen doen. Ze zeiden, nee, maar we hebben altijd genoeg om bij te praten. Dus wij vermaken ons wel verder. We horen wel als we naar binnen mogen. Moraal van dit verhaal? Dat die twee altijd genoeg met elkaar te praten hebben. En als dat er is, dan ja, kun je ook samen proberen Duitsland te veroveren. Rozane, je weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Want jouw liefde waarmee jij mij soms verblijdt, wil ik liever, 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 liever voor altijd. Hun muziek staat voor positiviteit, denk ik, grotendeels. Ze hangen niet in één dingetje. Dan doen ze weer een ballad, dan doen ze weer rock. Ze doen heel veel met anderen samen optrekken. En dat maakt het ook, dat maakt het wel leuk. Dat ze blijven zich vernieuwen. En in die zin zou ze de fort van de muziekindustrie kunnen zijn. Dat is geen slechte positie, lijkt me. Wat heel belangrijk is, is dat wat wij doen, is niet bedacht. Is niet... van hoger hand door een platenmaatschappij bij elkaar gezet iets. Het is ontstaan in de schoolbanken uit vriendschap, waardoor het authentiek is, denk ik. Iets wat niet authentiek is, heeft denk ik een veel minder grote kans van slagen. Elke week, elke maand, ieder jaar getijd, komt er altijd een ander gevoel voorbij. Komt het door jou of komt het door mij? Wij zijn nu toch wel 8, bijna 9 jaar onderweg, professioneel. Om dan te blijven vernieuwen en te blijven verrassen. Dat wordt een steeds grotere uitdaging. Die lat komt steeds hoger te liggen. Er komt steeds nieuwe concurrentie om de hoek. De concurrentie vanuit het buitenland is immens. Ook zeker voor radiozenders. Dat aanbod is echt enorm. En om dan elke keer daar bovenuit te stijgen... en die aandacht weten te genereren... Daar moet je gewoon hard voor werken. En daar moet je goed over nadenken... om te zorgen dat het ook daadwerkelijk aankomt bij die fans voor wie het liedje bedoeld is. Dat is een pak, pak van mijn hart. Heb je naast me vallen door het diepste dal. En mij altijd valt, telkens als ik val. Dat is een pak van mijn hart. Pak van mijn hart, titelsong van een nieuwe feel-good film. Ze hadden hun eeuwige roem nooit kunnen dromen toen ze 10 jaar geleden afzonderlijk van elkaar moesten afhaken in het televisieprogramma Idols. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met de jongens in mijn autootje naar die auditierondes ging. En dat was een vooraudititie, dus het was nog geen auditie voor tv. Maar het was alleen om te kijken van, goh, kunnen jullie straks door naar de uiteindelijke uitzendingen? Dus Nick deed zijn auditie, die was door. En Simon deed zijn auditie en die was niet door.
Dus wij moesten met z'n drietjes weer terug in mijn autootje terug naar Volendam. Met Nick op de achterbank die door was. En Simon die naast mij zat die niet door was. Dus dat was best wel een beetje gek. Maar goed, toen ging Nick dus meedoen aan Idols. Die kwam best ver. Belandde volgens mij op de 11e plek. En dat vond Nick natuurlijk verschrikkelijk. Toen zeiden wij, gefeliciteerd. Dat betekende voor Nick dat hij niet vast zat aan wurgcontracten. Nou, toen was hij natuurlijk eerst beduusd van gefeliciteerd, waarmee? Ik ben eruit. Ja, maar nu ben je wel vrij om te gaan waar je wil. Ze hadden Idols niet nodig. Nick Schilder en Simon Keizer, ze worden in no time 's lands populairste mannelijke zangduo. Na een jarenlang voortraject in kleine Volendamse kroegjes en zaaltjes is dit na vallen en opstaan hun podium. Symfonica in Rosso. Megaconcert met maximaal decorum. De snelweg omhoog wordt ingezet als deze mannenduo onder zijn hoede krijgt. De legendarische Volendamse muziekmanager Jaap Buys, die inmiddels in de dagelijkse leiding is opgevolgd door zijn zoon Alois. Jaap Buys, markant handelaar in talent. Ja, ik vind het een soort kroegtijger. Dat wil niet zeggen dat hij altijd in de kroeg zit, maar hij heeft wel dat... Je hebt van die mensen die dan in een café zitten en die hebben een soort wereld om zich heen. Letterlijk, als ik het zo aangeef, is dit de wereld van Jaap Buys. Daar kom je ook niet binnen die cirkel. Maar het straalt wel kracht uit. Wat zeg je? 0042. Kwart voor één. Ja, maar dan houdt hij de gemiddelde... Ja, ik weet nou wel een café. Nou, dat kan niet. De maximale snelheid dan. Ik rijd nu gewoon 140. Ja, ik bel je wel mee. En dat is Jaap Buys. Die straalt kracht uit en daarmee creëert hij eigenlijk het zelfvertrouwen voor zijn artiesten. Omdat ze in het begin weten, die man is er. En als je dan minder gaat doen, wat hij nu doet, dan kun je het zelf, omdat je het van hem afgekeken hebt. Want het gaat nu niet heel erg goed met Jaap Buys. Nee, hij heeft natuurlijk een moeizaam gevecht tegen een ziekte. En daardoor is hij noodgedwongen, heeft zich terug moeten trekken. Maar Volendam heeft veel aan hem te danken. Ik denk het wel. Ja, ik denk echt dat de Volendamse muziek zien zoals ze die nu hebben, er niet geweest zou zijn zonder Jaap Buys. Oude rot in het vak. Grondlegger van de carrières van George Baker en The Cats. Stemmen die in de jaren 70 al de klankkleur van de palingpop bepalen. Nobody's gonna argue with that. Sure, he's a creamer. Vroeger, met in de Cats-tijd, met George Baker. Want ik ben op en af. 1979 ben ik van George Baker ook. Dat was allemaal Engelstalig. En als je dan met de Nederlandse platen kwam, dan was je niet goed bij over was. Buys is handig door het estafettestokje van succes telkens door te geven aan de volgende artiest. Sento la mano tua sanca. Ik heb het per woordje aangeleerd. Aan de keukentafel? Aan de keukentafel. Het begint bij Jantje Smit, die als jochie op het Volendamse podium debuteert naast BZN. Iedereen kan het bedenken, dat weten we. Dat je zegt, oh, ik laat een kindje optreden bij BZN. En of dat nou voor of achteraf bedacht is, ik Volendam kennend, is dat vooraf bedacht om het jongetje op die manier daar neer te zetten. Maar dan moet je het nog wel kunnen volhouden, hè? Ik bedoel, hoeveel kinderen worden niet op die manier gelanceerd? En hoeveel ouders denken niet, mijn kind gaat nu die carrière krijgen? Maar je hebt wel een jaar Buys voor nodig die dat uit gaat rollen. Proost, ouwe. Buys neemt het kindsterretje Jantje Smit onder zijn hoede en zal hem transformeren tot Jan Smit, tiener-idool. Niet alleen in eigen land, maar ook in de Duitsstalige gebieden. Eigenlijk heeft Jaap Buys alles wat hij in zijn carrière geleerd heeft, hè, want hij werkte heel lang met Volendamse artiesten, alles wat hij aan know-how had, heeft hij eigenlijk geplakt op Jan Smit. En daardoor werd dat een enorme carrière, want Jan Smit als kind ging ineens mee op de ervaring van een 50, 60-jarige. En ik en Simon eigenlijk weer hetzelfde. Buys is nog slimmer. Van de stormachtige carrière van Jan Smit laat hij een reality soap op tv produceren. En op dat goed bekeken vehikel lanceert hij dan Nick en Simon. Nederland is toe aan een duo. Er was juist behoefte aan, vond ik. Want je had vroeger had je de Everly Brothers en al die duo's. En die bestonden allemaal niet meer. En ik vond dat juist een schot voor open doel. En dus jullie zagen ook commercieel gezien, dachten jullie van, nou, dit is
wat nu misschien heel goed kan scoren. Ja, want dat was er niet. Kijk, eenlingen, zangers en zangeressen zijn er natuurlijk voldoende. Maar duo's waren er toen niet. En dan gaat het ineens heel snel. Nick en Simon doorkruisen stad en land op de hielen gezeten door een steeds grotere schare fans. Makkelijke liedjes zingt zo mee. Dat is wel lekker. Super. Heel lekker. De laatste tijd is het zo dat er security geboekt wordt of dat we zelfs met politiebegeleiding naar de optreden worden gebracht. Het is heel raar als je zoiets meemaakt. Nick en Simon die waren net bezig met optreden. En toen moesten ze in Zurich optreden. Dus Nick belt mij op. Hij zegt, ja, ik zie nou dat wij vanavond om 10 uur in Zurich staan, maar het is nu 1 uur 's middags. Dat red ik nooit om nu nog in Zwitserland te komen. Ik zeg, nee Nick, dat is Zurich over de afsluitdijk. Maar ja, Nick en Simon waren, net als iedere andere jongen van 16, bijna nooit het dorp uit geweest. Ja, die moesten opeens heel Nederland door. Het werkt. Nick en Simon overtreffen gaandeweg zelfs het succes van hun grote vriend Jan Smit. En wij op 1. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los. Hou je vast aan mij. En het ploegje Volendamse artiesten met later ook de 3J's aan boord slaagt er via Buis in om bij de Tros ook nog eens reisprogramma's te maken. Volendam TV op de nationale zender. Oh, ja, Kees hier. We zijn nu onderweg vanuit Tupelo weer naar Memphis. We hebben een erg leuke dag gehad. Simon zit even achter de auto. Achter de auto, anders niet te halen, maar als ik achter de auto was. Achter het stuur bedoel ik. Okay. Simon, ja, heeft... ik mis je. De kracht van die programma's is, denk ik, omdat het echt is. Wij zijn geen bij elkaar gekast clubje. Basilico. Wat zei je nou, Jaap? Ik ken dit niet, jongens. Witte basilico. Bianco basilico aceto. Avete? Basamico aceto. Nou, dat moeten we dus hebben. Als wij naar Marianne naar Rusland gaan, spreek je dan ook in de Russisch? Weet ik niet. Het komt wel. Italianen, oké. Okay. We hebben geen mensen die met een script achter ons aanlopen van... goh, Kees, jij zegt nu dit en Simon, dan zeg jij dat. De grapjes die gemaakt worden, dat zijn onze eigen grapjes. Niemand heeft dat van tevoren uitgedacht. Dus in die zin, what you see is what you get. Is dit de plaatselijke Hells Angels? Kijk even. Zullen we gewoon een biertje doen, hè? Three beers. First a beer, and then we'll see what the shit beach is. Yes. Oh, hello. One of the rules is you're not supposed to touch a client. Oh, sorry. He did. Okay. Sorry about it. Is it... Shame, are you foreign? Sorry? Where are you from? We're from Holland. Okay. In het begin al gezegd, geen make-up, geen stylisten, gewoon dingen die gewoon spontaan gebeuren. Want de kijker heeft dat door. Als je daar een speelfilm van maakt, dan is het geen show meer. Ja, maar als je erop doelt van hebben jullie... Nick en Simon hebben natuurlijk ook gewoon een bewuste rol in de show van Jan Smit gespeeld. Om bekendheid te genereren. Want Nick en Simon stond ook in het voorprogramma van Jan Smit's Hallentour in Nederland. Ja, waarom zou je dat niet doen? Oké, I'm Karen. I'm Simon. Hello, I'm Chris. We're now in Indonesia. Oh, hi. How are you doing? Hi. Sorry, we didn't know about the rules. We live in Bangor. It's just like one of those rules. You just don't touch the button. Het is vriendschapstv. En eigenlijk, dat vind ik heel raar. Dat zul je allemaal herkennen. Ik denk, ja, we hebben allemaal van die avonden. We hebben allemaal ooit rond het kampvuur gezeten. We zitten allemaal in cafés met elkaar te praten. Alleen zij zijn de eerste die gedacht hebben, het zijn tv-programma's. Vriendschap. Vriendschap. En wat ik wel vind, is dat die vriendschap steeds meer gespeelde vriendschap wordt. In het begin is het echt nog een beetje betrappen en dat je denkt, goh, wat leuk. Maar op een gegeven moment wordt het een formule en denk je, ja, iedereen weet waarvoor die komt. En dan vind ik het geintje er eigenlijk wel een beetje vanaf. Kerstengelen, kerstballen. Maar we moeten nog steeds even de eigen nummers
ook met een kerstarrangement of blijft dat eigen nummer? Ja, ik denk dat je op een gegeven moment als wel gek worden van de... Labellen. Kerstbellen, de Eileivet. Beraad over de komende kerstconcerten in Ahoy. Nick en Simon zijn geen Slaafse artiesten die je zomaar in een malletje stopt. Van geluidstechniek tot decor, het zijn intelligente jongens die meebouwen aan hun eigen succes. Het eigen merk. Tuurlijk, we zijn bij het hele kerstproject al vanaf de zomer zo betrokken. Dus daar hebben wij zelf heel veel invloed op. Bemoeien we ons enorm tegenaan. Soms meer dan ons team lief is zelfs. We doen lang niet alles zelf, gelukkig. Maar we weten van alles af. Dus alle beslissingen gaan wel langs ons, onder andere. Maar we hebben een fantastisch team die ons met alles helpt. Ja, er gaat geen stickertje of hoeslaken of sjaaltje de deur uit zonder dat daarover na is gedacht. Is al bekend wie die kerstversiering doet in Ahoy? Ja, dat gaat waarschijnlijk hetzelfde bedrijf worden die over in Wisseloord gebruikt. Okay. Maar dat strijkers is al geregeld? Ja. Blazers, orkest? Ja. En die strijkers ben ik van Guido's orkestra. Okay. Het is vooral Nick die de vragen stelt. En dat zegt iets over de karakters van het duo. Stel, ik geef een feestje in de kroeg omdat ik 35 ben geworden, ik zeg maar even wat. En Nick en Simon hebben de dag erna een optreden. En mijn feestje begint om 7:00 s'avonds. Dan staat Simon om 6:55 in zijn feestpak bij mij voor de deur, want ik geef een feestje. Nick daarentegen, die komt dan om 10:30, want die doet rustig aan, want die heeft de dag erna een optreden. En Simon kan nog wel eens helemaal dronken naar huis toe zwalken, 's nachts. En Nick daarentegen ligt dan om 12:00 al netjes in zijn bed, want die heeft de dag erna een optreden. Hola, cómo está? Muy bien, muy bien. Je ziet het in de series terug. Nick, de perfectionist. In Cuba op bezoek bij de oude zanger Reinaldo neemt hij het voortouw. Kun jij nou eens kijken op straat of vriendje Engels spreekt? Want ik zou toch wel een paar vragen willen stellen aan die man. Ja, maar... Of een tolk in de regio. Una persona habla español? Yo hablo español. You español. Do you speak English? Yes, I do. Om vervolgens, snel uit het hoofd geleerd in tamelijk vlekkeloos Spaans, de man toe te zingen. Te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón el mío. Simon kan het soms het Nick en Simon zijn. Kan hij nog wel eens lekker loslaten en dan gewoon lekker genieten van de vriendschap en het alledaagse leven. En Nick is daar veel meer berekenend in. Niet dat hij dan niet leuk is of niet gezellig is, want ik heb het altijd ontzettend gezellig met Nick. Alleen, ja, die kan dan veel meer gereserveerd zijn. Omdat hij constant bezig is met zijn vak. Het is echt een perfectionist. Ya estás gran, ese irán, te quiero. Dos gardenias para ti, joven, ya quiero decir. Te quiero, te adoro, mi vida. Altijd de touwtjes in handen. Altijd heel erg streng naar zichzelf toe. Moet elke dag zoveel uur zangtraining. Wil elke dag een uurtje pianoles. Wil elke dag 2 uur gitaren. Dat is Nick. En Simon die heeft wel eens zoiets van, oh joh, het zal allemaal wel. Ja, Nick is wel meer de zakenman dan Simon. Nogmaals, Simon is niet makkelijk. Of die laat het niet erbij zitten, maar... Ja, Nick, die denkt overal 20 keer over na. En zou ik nou wel of zou ik nou niet? Weet jij nou al precies wat over is? Waar we nou heen gaan? Nou, dit is Nick's hoofdduiling. Ja. Dus ik weet er eigenlijk niet veel van. Ja, nou, ik heb het even dus uitzocht. Het is... Musicians Village is een initiatief. Het is opzet naar de hoefstroom, Katrina, 2005, weet je nog wel, toch? Ja. En dat is om de muziekcultuur te bouwen. Want erg veel muzikanten was ook huis kwijt destijds in... Die was al niet zo rijk, veel van de lui. En die benen daar dus naar Algar bij elkaar. Dus die kunnen misschien wel eens even verder helpen. Je weet dus al informatie ervan. Ja, maar dat is Nick, hè? Ja, dat is wel Nick eigen. Ja. Wikipedia. Van perspresentaties naar interviews, van RTL Boulevard naar de radiostudio. En wie komen er met van alles en nog wat binnenvallen, dames en heren? Nick en Simon zelf! Goedemiddag.
Nick en Simon, jongens van de Volendamse school, romantische troubadours die een rage ontketenden. Zou ze dat ook zijn gelukt als ze in Veghel of in Gorkum waren geboren? Je hebt van die plaats bijvoorbeeld Veghel, daar zitten heel veel voedsel- en cateringbedrijven. Ja. En ik heb het idee dat als een gemeenschap gewoon in een bepaalde industrie zit, dan is het natuurlijk logisch als je daarmee opgroeit dat je, dat je er meer van weet dan anderen. Dus ik denk dat Volendam gewoon iets heeft van, als je van kind af aan in Volendam al leert om muziek te maken. En om over teksten na te denken. En als je voorbeelden hebt, dan word je zelf ook meer gestimuleerd om het te doen. Maar we geloven toch niet echt dat Volendammers beter kunnen zingen dan mensen in Gorkum, of wel? Nee, ze kunnen niet beter zingen, maar ze zijn wel zakelijker. En ze hebben wel meer oog voor de markt. En ze lopen eerder tegen fouten aan die ze oplossen. Waarbij iemand uit Gorkum pas op zijn 30e denkt, hé, hoe doe ik dat nou verkeerd? Heeft iemand in Volendam dat op zijn 14e al meegemaakt? 3, 2... Jullie hebben al die titelsong gedaan voor die film, maar zou je zelf nou ook een rolletje willen spelen in zo'n film? Zijn jullie gevraagd om ergens door het beeld te lopen? Het lijkt me hartstikke leuk, maar de film was al klaar. Ja. We konden er niet meer ingeshopt worden helaas. Dus en dat is een pak van maat. Het product Nick en Simon is een typisch Volendams product. Voortgekomen uit een dorp van sociale controle en ondernemersgeest. Van de Cats tot Nick en Simon, commerciële voedingsbodem van artiesten die weten dat succes op je pad komt als je vooral gewoon en onomstreden bent. Beschrijft Boudewijn Smit in zijn boek over Volendam. De Cats waren oorspronkelijk een hardrockband. Tot ze in midden jaren 60 doorbraken plotseling met een hit die weemoedig was, sentimenteel. De Cats zijn gestopt in de jaren 70 en toen kwam BZN hard opzetten. Beetje hetzelfde verhaal, ook eerst een echte rockband. Keiharde rock zelfs. Toen zijn zij ook andere muziek gaan maken, commerciëlere muziek. Met Nick en Simon als nieuwe vaandeldragers krijgt de Palingsound een andere lading. Voordat ze zich helemaal op hun zangcarrière gooiden, studeerden ze bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze hebben zelfspot, komen goed uit hun woorden en laten herhaaldelijk doorschemeren dat hun eigen muzieksmaak behoorlijk afwijkt van de muziek die ze zelf maken. Die Palingsound die verkoopt het gewone naar mijn idee. Doe maar niet moeilijk, pak maar mijn hand zingen Nick en Simon, stel maar geen vragen. Dat hoort daar heel erg bij. Dat is tegenover de complexiteit van de moderne maatschappij heb je de Volendamisering, zoals dat soms in de media genoemd wordt. En daar hoort die Palingsound bij. Wees maar de geruststellende muziek, vrij eenvoudig, eenvoudige teksten. Steeds weer zie ik je lopen, maar als ik mijn ogen open, zie ik je niet. Een ongelooflijk grote doelgroep die ze leuk vindt. Er zijn heel weinig haters. Ik weet ook niet zeker of er hele grote scharen echte lovers zijn. Dus echte mensen die huilen en gillen bij ze. Maar zijn, omdat ze heel erg makkelijk te consumeren zijn. Misschien zijn Volendamse artiesten wel Hollandser dan Hollands. Ze hebben ook niet dat uitgesprokenen wat Frans Bauer of Roy Donders heeft. De Brabantse artiesten zijn meteen veel uitgesprokener. Volendamse artiesten zoeken veel meer die, laat ik nou maar niet omstreden zijn, laat ik het maar rustig houden. Dat is met BZN en de Cats al begonnen. Dat waren hele middle-of-the-road-achtige bands en muziekmakers. En dat doen ze nog steeds. In Nederland hebben ze zo goed als alles wel gedaan. Ze hebben elke muziekprijs die maar te winnen is, hebben ze gewonnen. In elk stadion hebben ze wel gestaan. Bijna. Maar wat dat betreft hebben ze alles wel gedaan. Ze hebben de lat voor zichzelf ook heel erg hoog gelegd. En om daar constant overheen te gaan, dat wordt heel moeilijk. Ja, wij Nederlanders willen een comfortzone hebben. Daar willen we niet uitgehaald worden. We willen het eigenlijk net leuk vinden. Het moet ons niet storen als we de muziek horen, dat je hem niet uitzet. Maar het moet ook niet te weinig zijn. Dus, en die mix hebben ze gevonden. Ja, ik denk dat ze wel aan het plafond zitten. Bijna. Een musical. Nick en Simon, de musical. Leuk. Ja. Ja? Nou, doei. Doei. Heel erg bedankt. Ja.